Hallo, dit is Jeroen en ik ga vandaag een Sony tablet, Xperia tablet Z uitpakken. Dit is mijn vijfde tablet, mijn vorige tablet, de Galaxy Tab Pro, dat ik zou reviewen. Is er nooit van gekomen, omdat er in de eerste zat een probleem, in de tweede zat precies hetzelfde probleem, zat alweer een productiefout in. Dan maar deze. Deze heb ik gekocht. Eerst had ik hem niet gekocht omdat hij veel te duur was. En nu was hij in opruiming. Met Sony Screen Protector en de hoes van Sony zelf ter waarde van 100 euro. Oké, we kijken even naar de doos. Aan de bovenkant zie je de normale dingen. Dit is een 16 gigabyte variant. We kijken even op de achterkant wat die allemaal heeft. Oké, dat is dus dat die betekent dat een hoger contrastpaneel is. Door de 3,5 mm headphone jack kun je 5,1 surround sound krijgen. Het is PlayStation Certified. Je kunt PlayStation spellen doen. Oude PlayStation spellen. Bravia Mobile Engine. Dus om een scherm nog mooier te krijgen. Heeft Android. Ik weet niet welke versie. Het start met 4.1.2. Is upgegraden naar 4.3. En later misschien gepland 4.4. Heeft NFC. Is IP57 stofproof en waterbestendig, HDMI, XMOS sensor en 8 megapixel camera. Wifi heeft 2,4 GHz en 5 GHz DLNA. ...30 frames per seconde Full HD kan die filmen, 10 inch paneel. Heeft normaal USB, dat is de normaalste zaak. En een 1,5 GHz quad-core Snapdragon S4 Pro processor. Ik ga wel op achteruit op de... Eerst had ik een Qualcomm Snapdragon 800 processor, nu de 400 processor. En een 8 megapixel camera. We gaan hem uitpakken. Tablet zelf. Wat zien we hier? Een tablet zelf. Wat zit eronder? Zien wat eronder zit. De boekjes van Sony. Wow, heel veel boekjes. Zoveel boekjes heb ik nog nooit gezien. Oké. Safety information. Informatie. Veiligheidsinformatie. Belangrijke informatie. Bla bla bla. Special offer. Wat is het? Special offer. Knip ik er wel uit. Allemaal verschillende start. Belangrijke informatie. De normale boekjes. De oplader van Sony zelf. Ja, glimmend en heeft een
1,5 ampère lader en de normale USB kabel. Tablet zelf heeft een gewicht of ongeveer 500 gram. Heeft een 10,1 inch 1920x1200 pixels resolutie met een pixeldichtheid of 224 pixel per inch. 2,2 megapixel front facing camera met Full HD filmmogelijkheid. Aan de zijkant zien we een doorgangpoort, volume toetsen en aan- en uitknop. Even kijken wat dit. En de headphone jack achter een klepje omdat die waterproof is. Aan de andere kant zien we een speaker, nog een. En aan de onderkant zien we ook nog een speaker en een micro SD kaartslot. Micro SD kaartslot. En nog voor de andere versie met 3G of 4G. Bovenkant infrarood en een microfoon. Micro HDMI en USB poort denk ik dat dit is. Oké, op de achterkant zien we een NFC chip, Xperia logo en een 8 megapixel Exmor R sensor. Ik hou de verpakkingsmateriaal nog even overheen. Komt straks een schermprotectie overheen. Ik wil niet stof op mijn schermprotectie hebben. We gaan nu naar de hoes toe. Deze hoes kost normaal winkelwaarde 100 euro. Ik heb er gratis bij gekregen. Dit is hoes. Dit is de hoes. Kijk hoe die los. Oh ja, zit een plaatje in. Boekje hoe die erin moet, hoe die werkt. Mooi hoedje. En nog een andere kleur touwtje. En nog een andere kleur touwtje. Geinig. Als je de witte niet mooi vindt, kun je de gele pakken. En nog de schermprotectie is normaal zoals bij anderen. We gaan de tablet opstarten.
Ik ben blij dat het niet dezelfde soort paneel is als in de Xperia Z telefoon. Omdat de kijkhoeken niet zo enorm zijn. Bij deze gelukkig wel. Dit is het einde van mijn unboxing van de Sony Xperia Tablet Z met al zijn accessoires. En ik zeg gedag.